Een hele goede avond van Sportpark Oldekaat en Spijk. Vanavond de wedstrijd VV Polster, VV Midhuizen. U krijgt van mij de opstellingen. Koen met nummer 1, Steven met nummer 17, Jelke met nummer 7, Jordan met nummer 20, Juninho met nummer 4, Wouter met nummer 16, Kevin met 10, Eddie met 8, Younes met 11, Thiago met 9 en Antonio met nummer 13. Midhuizen dat afgelopen zaterdag de wedstrijd verrassend won in Gassen ten IJveen met 0-1 door een vrije trap van Kevin. Weet Midhuizen hier vanavond ook een resultaat neer te zetten in Spijk? We gaan het zien. Dat is een strakke voorzet. Eerste kopbal van de wedstrijd, maar hoog over het doel van keeper Kees Dijkman. Dat is een lange bal van Polster en daar heeft Koen de nodige moeite mee. Appel voor een penalty, niet gegeven door scheidsrechter Alex Vechter. Een vrije trap aan de kant van de geel-zwarten. Het muurtje staat, toegesproken door de scheidsrechter. Dan kan de vrije trap genomen worden. Ingeslingerd, weggekopt en de volgende corner is een fight voor VV Polster. Johan, weet je, als er zo van staat prima, maar dan moet je Peter wel twee sowieso achter hem houden. Dat is weer een scherp aangesneden bal en daar heeft Koen nog de nodige moeite mee. Maar de bal is weg. Volgende corner is weer voor VV Polster. Voorgegeven. En hoog over het doel van Koen Nijp. Vrije trap aan de kant van Midhuizen, snel genomen. En die legt hem aan de linkerkant bij Kevin. Geeft hem voor. Maar niemand loopt er tegenaan van Midhuizen, dus is de stand nog altijd 0-0. Voorgegeven, maar dan is hij wel weer makkelijk voor de keeper van Polster. Vrije trap voor Midhuizen. Wordt dit dan de eerste echte grote kans voor Midhuizen? Eddie achter de bal, Kevin achter de bal. Wie gaat het doen? Het muurtje van Polster staat. Wordt het Eddie? Ja, het wordt Eddie, maar... De vrije trap belandt in de muur. Na 24 minuten corner VV Polster. Weer scherp aangesneden. En daar is dan echt de 1-0 voor VV Polster. Tom Dijkman zet de stand op 1-0 na 24 minuten spelen. Goeie corner. VV Polster was al vaker gevaarlijk in de corner. En dan is het nu 1-0. Doelpunt te maken Tom Dijkman. Kan Kevin daar langs? Nee, hij geeft hem voor en die valt goed. En daar is de 1-1 door Buitenstal. Maar Alex Vechter laat het feestje niet doorgaan. Afgekeurd wegens buitenspel. Weer een standaard situatie voor VV Polster. Voorgegeven. En nou is Koen wel op tijd en die bokst die bal heel goed weg. En dan is hij uiteindelijk ook weer voor Koen. Dan gaan we beginnen met de tweede helft. Er zijn één wijziging in de wedstrijd. Jorginho is het veld ingekomen voor Wouter. Kijken of Midhuizen de wedstrijd kan omdraaien. Dat is een knappe actie van Eddie. En die zit er helemaal langs. Gaat hij voorgeven.
Ja, dat doet hij. Antonio staat vrij en daar is de 1-1. Knappe goal, knappe assist van Eddy. En dat zet de stand 1 minuut naar rust in de 46e minuut op 1 tegen 1. Je ziet dan het snelle antwoord van Polster. Hij wil schieten, krijgt geen ruimte, dan toch de ruimte, geschoten en links in de bovenhoek. Dan heeft Marco Dijkstra het snelle antwoord voor VV Polster en zet de stand na 3 minuten na de gelijkmaker van VV Midhuizen op 2 tegen 1 in het voordeel van VV Polster. 20, 30 miljoen weg. Niet veel later, weer een standaard situatie voor de geel-zwarten. Voorgegeven en... dan is het een hoekschop voor VV Polster. Dat was niet de bedoeling. Dat zit in de familie, hè? Kan Midhuizen nog wat? Geschoten. Appel voor Rens. En de scheidsrechter Alex Vechten vindt dat ook. En legt de bal op 11 meter. Alex, 20 foto's tegelijk. Alex, alsjeblieft. Onze aanvoerder gaat staan. Hij is al vaker een penalty binnengeschoten, zo ook vorig seizoen in het bekertoernooi tegen Rood-Zwart Buffalo. Doet hij het weer? Ja hoor, stijf in de linkerbovenhoek. Knappe goal, Midhuizen zet de stand weer op gelijke hoogte. 2-2, doelpunt te maken Eddy Silva. Corner aan de kant van Polster. Weer het nodige gevaar, weer het gerommel voor de goal van Midhuizen, maar de bal is weg. En de zoveelste standaard situatie voor VV Polster. Muurtje staat weer. Naar wens van scheidsrechter Alex Vechten. Inbrengen of zelfschieten. Zelfschieten, weer gevaar voor de goal. Die bal is weer weg. En dan is het weer een corner voor VV Polster. Genomen. En wat doet hij nou? Wat doet hij nou? Niels Smit legt de bal in één keer vanaf de corner in het doel. Je kunt zeggen, de organisatie bij VV Midhuizen staat daar niet goed. Maar dat maakt helemaal niks uit. Niels Smit zet de stand op 3-2. VV Polster was al vaak genoeg gevaarlijk uit de corners en standaard situaties. Weet Midhuizen deze wedstrijd nog om te trekken tot een gelijkspel? Voorgelegd en het volgende kans. Maar in het zijnet bij het doel van VV Midhuizen. Nou, daar is deze speler van VV Polster het dus niet mee eens. Zit er dan nog een aanval in voor VV Midhuizen? De kansen zijn schaars. En dan vindt ook... scheidsrechter Alex Vechter het genoeg voor vanavond. VV Polster weer met 3-2. Zien we u aanstaande zondag nog in Tuikwerd bij de wedstrijd VV Farmsum, VV Midhuizen. Aanvangstijd 2 uur. Vonden jullie deze video nou leuk? Vergeet dan niet te liken.